Ja, verstond hij voor de deur bij Dien. Dien is een mannetje van 10 jaar en hij wil lui uit de brand gaan helpen. Hij wil brandweerman worden. We gaan eens even kennis met te maken. Maar de bel is kapot. Kloppen alsjeblieft. Dank u, pa. En Diebus? Dien. Zeg, wat wil ze later horen? Brandweerman. Wil ze dan met mij de ganse dagen optrekken? Oké. Ja? Zeg, Dien. Voordat we van naar binnen gaan, maken we eerst een vreugdesprongetje. Weet je wie dat jij hebt? Kind ze dat zoeken? Zoek. Ja, kom op. Nee, dat wordt wel spannend, hè? Biel, daar hebben ze het ook even gehad. Ja, dan hebben we eigenlijk alles compleet. Wat we nu nog moeten gaan doen, dat is voor de windspiegel gaan staan. En nou, als ik knip, zus op moos wief, knip ik nog een keer, dan springen we door de spiegel heen. Heb je zin erin? Ja. Kom mee, pak ik dit vast? Allee, gewoon van. Ja, Dien, voor hebben alles. Voor hebben de biel, brandblusser, de halen, de kleien. Wat gaan we dan nu doen? Naar de brandweerkazerne. Naar de brandweerkazerne. Maar dan gaan we eerst het mooswief veranderen in een toverspiegel. Concentreer dich op het mooswief. 3, 2, 1. Zo! Zo! Stoppen met geen enige aan de brandweerkazerne. Alleen het mooswief heb je de vuurtje gemaakt. Je wacht op de liefstkleiner al. Ik wil ons voorstellen. Hoi! Miranda. Richard. Hoi. Miranda. Richard. Dag Richard. Ja, je zal wel denken, wat doen die in één keer in orde in de brandweer? Hier wil brandweerman weer. Ah. En ik heb gezegd, dat is hartstikke eenvoudig, dat is brandblussen, leuk moeten brand helpen en een ketje uit de brand. Ah, maar zo eenvoudig is het. Oh ja, en schrapen. Nou. Zeg je hoe het verkeerd? Nee, zo eenvoudig is dat niet. Het is zo veel schrapen voor je, hij moet je werk horen. Maar wil je dan van ruim en een dag laten zien wat is nu het werk van de brandweerman? Zeker. Dat is niet van Agersburgers of HV. Wij werken van Agersburgers op de dag nog aan gehoord. Ja, dan doe je dat ook. 24 uur. Nee, en als het alarm gaat, hoe druk je dan? Binnen een minuut in de auto zitten dan? Ook s'nachts. Ook s'nachts. Nou, luister hè, collega's, want dat zegt genoeg. Als we dit nu laten staan en jij laten zien, wat hier allemaal op mijn dag dan? Zo. We gaan pas even gesnoeid doen allemaal, hè. We gaan pas even gesnoeid doen, man. Wij dan. Goed? En wat gaan we dan doen? Nou, we gaan een schoen eigen werk afvatten. Dan komen we zo sprak. Dus we gaan naar de werkplek. We gaan naar de werkplek. Ja, plaats. Wat heeft dit nu met brandweer te maken, hè? Ja. Wat is dit voor een hal? Is hier allemaal werk, materiaal, ja, apparatuur? Wat gebeurt er? Nou, wij doen weer het onderhoud van het gebouw, dingen wat kapot gaan. Dat is de isolerplaats. Als het kapot is van de wagen of van het materiaal, ja. En dat heeft met metaal te doen, dus, dan wordt dat heen. Ja, dan wordt dat heen gerepareerd. Oh, dus dat doen niet aan dat niet. Nee, we doen we alles. We leren dat zelf te doen. Oké, zeg Dien. Het huurt een beetje bij werken. Die studie zijn allemaal apparatuur. Wat ze misschien gaan weten. Ja, wie heeft zoeken eigenlijk? Dat heeft, dat is een afgrond zeg. Ik heb ze. Ik wil ook nog even dat ze die kamp op water. Nee, want ze gaat het dus. Ja. Oh, maar dan moeten we wel kijken. Ook wel veilig werken met gevaarlijk materiaal. We hebben voor nog geen. Zeker, wat kunnen we niet zo doen? Nee. Zo, pak je die pakken. Dat is wie? Joh. Veel moeten we dit afstand houden. Ja, je maar pas. En gisteren ook een veilig werk. Heel vast, hè? Zo, gewoon vast naar je, ja. We werken wel veilig, ja. Dus neem het tot omhoog, hè. Hoe zit het jou gezien dan? Dus hij wil dan met je werk. Ja, ja zeker. Zeker. En dat zijn al tracks. En dan zetten ze zich aan met de boom in de voortrijden. Dan heb je een bril op, dan een jas is los. Maar mensen worden allemaal kinkje buien. Dan zetten ze een bril op. Roodzoek, iets erop een bril op. Even dus afstand. Houden we deze samen vast, hè. Zet het om. Ja.
de hand opgegeven. Als het even samen was. Verder? Als het was? Oké, gewoon klaar. Niet op reis doen. En ze hebben het gewoon naar het woonnet geschreven. En als ze een vol boa, dan moeten we wel nog geschreven. Ja, heb ik mis iemand? Ja, er is gewoon nog een honde. Hey, Bram. Hey, wat is jij aan het doen? Nou, die. Hij kaas de wat met ademluchttoestel. Weet je wat dat is? Ja. Wat hebben we op de rug? Dat kun je de brand willen gewoon. Een luchtfles. Een luchtfles. Wat noemen we dat? Ademluchttoestellen noemen we dat. Maar vind ik ook goed. Laten we het eens proberen. Oké. Weet hij dat dan? Ja, dat is een beetje gemaakt van groeten nou, ja, jong. Ja, ik weet niet of ziet dat Suus, maar ik zie hij toch wel een potentje in de brandweer aanzetten. Ja, het begint erop te lieken en zo, hè. Is dat een beetje wat ze ervan verwacht was, tot nu toe gezien? Wel spannend, hè? Mm-hmm. Zet dat op. Dan zet hem maar eens op. En een Suus, hè, een klemmer voordat hij afgeleert. We draaien voor de fles open, Huub. Draai je de fles open. Dan pakken we voor ons mondstuk en dan duiven we in dat geetje. Probeer dat maar het zelf. Oké. Okay. Hoeft ik maar eens een beetje achterover zo. Moest even doorduiven. Zo, en nu kunt ze ademen. Dus ja, dan heb ze gegeten, dan heb ze een eigen eten gemaakt. Misschien zo collegiaal of zo nog even een collega gemaakt. Ja. En ja, dan zit er een dag erop. Ja, dan zit er een dag erop. Ja. En slapen. Achter wil hij naar mee. Slapen. Ja, slapen. Ik vind het wel een goede. We hebben hij allemaal zijn eigen slaapkamer. Op de eerste etage zijn 22 slaapkamers. En dan kan iedereen slapen. Oké. Na 10 uur. En dan maken we van een bed. En als de lampjes gaan branden, dus als er een alarm is, die lampjes, dan moeten we opstaan, zo gauw mogelijk naar onder rennen, in een speksje stappen, in de auto en wegwezen. Kom maar dat niet behendig stressen. Kind, zoek maar dadelijk het alarm af gewoon. Ieder minuut van de dag. Wat zou gaan doen, wist is het groen uit de hand vallen. Ieder minuut van de dag kan een alarm zien. Hij doet voor het laatste stukje testen. Dus na ieder minuut terug komen we op alle laatste stukken weer terug naar de auto. En dan doen we die testen. En dan gaan we kijken of ze nog groot zien. Of er geen lekkage is. Zit me aan, dat was mijn gehandicapt, die zei, in de wagen, moest ik me geen enige aan de kleren aan doen. Ik heb me daar omgekleed, verwisselde niet wat waar. Nou, die kreeg de oproep en er wordt verteld dat het ging om een vrouw die wat in de boom zat. Ja. En dan zei ik, zich omkleed. Ja. Voor wat eigenlijk? Ja, Sjaad, dat zijn landelijke richtlijnen. Dat is voor onze eigen veiligheid. Dus we moeten dus een harnasje aandoen. Er zit een valbeveiliging op. Geef mij aan de achterkant. Dat is... Als ik goed een curve moet stappen en ik val, dan kan ik dat redden. Wat moet je voor veuropleiding eigenlijk hebben? Veuropleiding is het liefst een beetje technisch. Je moet een beetje twee rechterhand hebben. Dus als ik op de middelbare school zit, dan moet ik me vooral gaan bezighouden met techniek. Ja, het hoeft niet per se, maar het is wel fijn als een beetje hubs. Ja, maar dat hebben we toch al gezien op de werkplaatsen, wat wel erg belangrijk tussen handig is. Mm-hmm. Toch? Want hij leert ze ook veel. Hè? Hij bij de brandweer krijgt voor zijn eigen opleiding. En dan leren ze zich echt van nul tot brandweerman. Dan leren ze zich lopen met pers, niks leren zich. Er moest geen hoogtevrees hebben, er moest geen engtevrees hebben. Het zijn allemaal dingen wat ze niet meer hebben. Maar hadden we toch maar een alarm nu, hè? Toch mm-hmm. Voor ze een goede brand hadden. Hè?
vuur. Ja. Nu is het dat we alle pijnlijke toestellen voor in de auto. Die taak wordt een piek met gehoord en dat is een aan de hand is. Dus ik was koor bij me nu. En ik kan u assisteren? Die kan dus assisteren. Ik blijf even bij de pompbediener. Oké. Okay. Ja, we zijn aangekomen op locatie. Ja, maar dit is een heftige brandvuur, wil ik zeggen. Dien, dat is de veiligste beur. Ja. Allee, een high five. High five. En collega's zien er vooral ook voor elkaar te redden, hè. En ze maar gewend. Ik ga maar kijken, kom. Ik wil Ron nogmaals bedanken. Geen gedoe. De gastvrijheid. Ik ook, Huub. En ik heb alweer het geleerd. Dien, voor Ron als je het nu mee om. Geef ik het in de hand. Is het veilig te veel? Ja. Kom op, dan. Kom op, we gaan. Zo, dat was een spannende dag, hè? Ja. Nee? Wat vond je nu het leukste? De brandblussen en de vrouw met de bomen helpen. Dat dacht ik al. Ja, dan is ze echt een actie, hè? Ze heeft me op z'n hiervol gehuurd. Het is ongeveer 3-4 jaar studeren. Vindt ze het dan wel de moeite waard om het te doen? Ja. Nou, dat is niet missie geslaagd. En dan wil ik hier veel succes met brandblussen. Ik heb ze thuis iets laten weten, wat ik later worden wil. Het was net onder het eten.